Hoe verwijder je van SketchUp de session data file? Hey, ik ben Peter van C3D en Masters in. Mogelijk heb je alles al gedaan wat we hebben aangegeven in de voorgaande video's over hoe activatieproblemen op te lossen, maar het blijft blijkbaar een probleem. Dat betekent meestal dat jouw session file beschadigd of corrupt is. Dus dan is het de bedoeling dat je deze gaat verwijderen. Is alles eigenlijk clean en als je dan een nieuwe login doet, in heel veel gevallen, in 99% van de gevallen, als al de rest ook oké is, lost dat het probleem helemaal op. Wat is belangrijk? Wel, het is verschillend voor Mac en Windows. Ik ga het eerst op Windows laten zien en uitleggen. Dit vraagt een kleine technische kennis, maar stap voor stap komen we daar zelf wel uit. Dus op Windows, je gaat naar jouw verkenner en je gaat naar C. Daar heb je normaal een folder gebruikers. En in die folder gaan van alle namen staan. Bij mij staat natuurlijk Peter, want ik noem waarschijnlijk Peter. Bij jou gaat jouw naam daar staan en heel waarschijnlijk dus niet Peter. Maar je neemt de folder van jouw account dat je eigenlijk gebruikt om je Windows te starten. Ja. En in die folder ga je normaal nog niet de folder zien AppData. Want dit is een verborgen folder. Die moet je eerst zichtbaar krijgen. Nu, dit hangt af Windows 10 of 11 en hoe je venster zichtbaar is. Maar principieel heb je ergens een optie die aangeeft opties. En dan heb je weergave. En hierin ga je zoeken naar verborgen bestanden en mappen tonen. Dus die wil je natuurlijk toonbaar hebben. Dus zorg ervoor dat die op weergave staan. Dus dat is stap 1. Hè. Als je het hiermee niet doet, zoek dan ergens anders hulp of YouTube video hoe je dat voor jouw versie precies doet. Maar hè, het is belangrijk dat je zorgt dat verborgen bestanden en mappen weergegeven worden. Wanneer dat klaar is, heb je inderdaad dan de folder AppData. Dan ga je naar Roaming. En dan ga je naar de folder SketchUp. Nu, vandaag zijn we nog actief met SketchUp 2023. In de komende periode hebben we 24 en zo verder. Dus ga dan naar de folder van jouw... Dus ga dan naar de folder van de huidige actieve SketchUp-versie. In dit geval 23. Nu, wat ik vergeten te melden was... het is natuurlijk best dat je dit gaat doen als je SketchUp hebt afgesloten. En idealiter heb je ook eerst nog een sign-out gedaan. Dus idealiter voor je de volgende stap doet, als SketchUp nog open staat, doe je een sign-out eerst, sluit SketchUp af. Dan ga je naar de folder, subfolder hier, SketchUp. En hier zie je een file staan, login session data. Die file mag je deleten. Dan start je terug SketchUp. Je zal terug een sign-in activatie moeten doen. Je geeft je Trimble ID in. Alles is daar oké. Dan zou in principe SketchUp gewoon moeten terugwerken. Als dat niet zo is, of nog niet zo is, dan vraag ik je om het proces te herhalen. Als in start SketchUp, doe de sign-out, sluit SketchUp af, herstart je computer, herstart, hè. Daarna ga je naar deze folder, verwijder de session data file en verwijder dan ook een stapje terug deze folder webcache. Die folder mag je gewoon deleten en dan herstart je SketchUp, doe je sign in en dat zal in principe voor 99,99% moeten oplossen. Als dat niet zo is, dan mag je ons terug contacteren. Voor de Mac-gebruikers, hoe verwijder je daar de file? Hier hetzelfde, sluit SketchUp af en zeker voor Mac-gebruikers. Daar blijft SketchUp heel dikwijls gewoon openstaan en merken we soms dat het een jaar niet is afgesloten. Dat helpt natuurlijk niet voor bepaalde situaties. Dus sluit eerst SketchUp af. Dus, maar doe eerst een sign-out. Sluit SketchUp af,
Want we merken dikwijls dat SketchUp voor maanden aan een stuk open blijft staan, wat niet ideaal is. Dus, je gaat naar jouw Finder en in eerste instantie moet je naar je Macintosh HD kunnen gaan, wat meestal niet rechtstreeks mogelijk is, maar je gaat naar het Ga-menu en dan heb je hier Computer, Macintosh HD. Dan ga je naar Gebruikers, jouw profiel, bij mij noem Peter, dus noem die ook Peter. Bij jou gaat het jouw naam zijn, zeer waarschijnlijk. En dan is het belangrijk dat je alle verborgen bestanden ook kan zien, want anders ga je de folder bibliotheek hier niet vinden. Je gaat op andere plaatsen die folder bibliotheken ook vinden, maar als je deze niet juist hebt, gaan alle andere stappen vanaf nu ook niet meer kloppen. Dus je moet jouw verborgen bestanden zichtbaar krijgen op Mac. Principieel is dat Shift Command inhouden met het puntje of komma op je numerieke toetsenbord. Dus probeer punt of komma afhankelijk van landinstelling, taalinstelling, toetsenbordtypen enzovoort. Dus dat moet je eerst goed hebben. Als dat niet lukt, zoek dan ergens anders hulp waarmee je die folder zichtbaar krijgt. YouTube kan daar een goede oplossing zijn. Mac verborgen folders vinden. Gaat daar potentieel jou helpen. Dus we gaan naar die bibliotheek folder. Dan heb je een folder Application Support. Nogmaals, je kan door te zoeken Application Support die folder wel vinden, maar je gaat nog steeds niet de juiste eindfolder vinden, zolang die verborgen bestanden niet zichtbaar zijn. Application Support, en dan ga je op zoek naar de huidige of meest recente versie van SketchUp die je gebruikt. In dit geval is dat momenteel SketchUp 23. Potentieel gebruik je 22, moet je daar zoeken. In de toekomst 24, moet je in die folder gaan natuurlijk. En dan ga je kijken waar zit je session file. Die delete je. Dan mag je SketchUp terug opstarten. Doe je daar terug een sign-in activatie. En dan zou in principe voor 99,9% het probleem opgelost moeten zijn. Als alle andere voorwaarden, too many activations, Trimble ID, geactiveerd juist de e-mailadres gebruiken enzovoort. Als al die dingen correct zijn, zou dit normaal de oplossing moeten bieden. Als dat niet zo is, dan mag je ons natuurlijk terug contacteren. Dus even overlopen op Windows. Say user, jouw profielnaam, appdata, zorgen dat je verborgen folder ziet, roaming, SketchUp, SketchUp versie, SketchUp folder. En daarvoor mag je dan de session file deleten. En voor Mac gebruikers, HD, Mac HD, gebruiker, zorgen dat jouw verborgen folders zichtbaar zijn, jouw profiel, library, application support, SketchUp, juiste SketchUp versie, nummer. Verborgen folders, potentieel is er ook optie option key plus punt of comma die dan de verborgen folders zichtbaar maakt. Maar het tool is uiteindelijk de login session data file te deleten.